Wat fijn dat u op dit tijdstip kon komen. Ja, ik zit anders toch de hele dag thuis tussen de dozen. Dus nee, dat is inderdaad geen probleem. Nee. Goed, waar we het over gaan hebben. Ik denk dat het goed is dat we even samen de huidige situatie gaan bekijken. Hè? En dan samen bedenken wat de beste oplossingen zijn voor het probleem. Probleem? Ja, wat ik u heb verteld over de telefoon. Dat tijdens de gym een leerling telkens wordt lastiggevallen en dat uw zoon daarbij betrokken was. Ja, dat zei je al, ja. 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 Ja, er is natuurlijk veel aan de hand hè, thuis en ik denk dat dat effect heeft op zijn gedrag. En daar zou ik het dus graag over willen hebben. Wilt u nou over mijn zoon of over mijn man hebben? Ex. Ik zit hier toch niet bij een relatietherapeut, of nee, wel? Nee, uiteraard niet. Nee, over uw zoon uiteraard. Ja. En dan ja, natuurlijk wel tot in relatie met thuis. En daarom is het ook jammer dat uw man er niet bij kan zijn. Maar, vertel maar wat. Altijd hetzelfde liedje. Komt zijn afspraken nooit na. Zit ik hier weer in mijn eentje? Ja, dat is heel vervelend. Ja, nogal ja. Ja. Daarom is het ook heel fijn hoor, dat u nu tijd wil nemen. En alles wat hier wordt gezegd, dat wordt overigens niet zonder uw toestemming met hem gedeeld. Ja goed, maar ik snap dus niet zo goed wat ik hieraan kan doen. Ik bedoel, het gebeurt toch hier op school, dat pesten? Ja. Ja, dan moeten jullie daar beter op letten. En alsof al die andere kinderen zulke lievertjes zijn. Nou. En is het wel pesten? Hè, spelen, stoeien. Kinderen heel raar gaan toegaan, nou, luister, hoor. Maar wat uw zoon doet is niet helemaal hetzelfde als spelen wat andere kinderen doen. Oh nee? Nee. Hij scheldt andere klasgenoten uit. Geeft ze soms een flinke duw en zegt nare dingen achter hun rug om. En maar ziet u dat dat echt wel anders is, pesten? Ja, net zijn vader dus. Ja, en als het al zo is, hè, dan weet ik dus niet zo goed wat ik eraan kan doen. En ik heb zelf ook wel genoeg zorgen aan mijn kop eigenlijk. Ja. En trouwens, in deze maatschappij moet je ook een beetje hard zijn, hè? Ja. En voor jezelf opkomen. Luister. Dus dan kunnen ze maar beter vroeg genoeg leren, toch? Ja, maar juffrouw? Nee, ik denk daar echt wel anders over. Ik denk dat. Ik denk daar niet anders over. Ja, maar ik denk dat het belangrijk is dat juist de ouders hè, grenzen gaan stellen. Ja, dat heeft nu nog impact op zijn leeftijd. Impact? Ha! Vertel maar wat over impact! Ha, nou wordt hij mooi, zeg! Luister, ik denk dat het dan een heel stuk zal gaan helpen als u wat meer structuur kunt aanbieden. Hè? Ja, afspraken maken onderling. Ik bedoel, hij komt nu vaak te laat, heeft zijn spulletjes niet bij zich. En hij zegt dat dat komt omdat hij de ene keer bij zijn vader is en de andere keer weer bij zijn moeder. Maar het is voor hem niet duidelijk wanneer hij bij wie is. Moeten we dan weer gaan samenwonen? Nee, goede oplossing zeg! Ik dacht dat leraren slim waren. Het is toch... Natuurlijk is dat niet wat ik bedoel. Ik wil oh, dat alleen maar. U niet. Nee, ik nee. wil alleen maar samen met u, u gaan overleggen hoe we deze situatie wat stabieler kunnen krijgen, zodat dat pesten gaat stoppen. School is toch stabiel? Maar het kan niet zo dan langer doorgaan. Dan moet het doorgaan. Hier dus gebeuren. Ik begrijp echt niet waarom jullie er steeds thuis bij halen. Ik ga ervan uit dat jullie het oplossen. Jullie worden toch betaald? Okay, we gaan nu dus echt compleet langs elkaar heen praten. Dus we gaan nu het gesprek stoppen. Oké, okay, prima. De volgende keer ga ik met u praten wanneer uw man erbij is. Ja, heel goed idee. Ja, nodig hem maar weer uit. Ja, ik denk dat hij langs zou komen. Ik denk het ook. En trouwens, als hij wel komt, dan ben ik er niet bij. Goeiedag.